Als je kunst wil gaan kijken, dan kun je natuurlijk naar een museum gaan of naar een galerie. Maar je zou dit weekend ook kunnen kiezen voor een atelier. Want veel kunstenaars zetten hun deuren open vanwege open atelier weekend. En Pieter, die is natuurlijk gewoon in een museum en hij kijkt deze week naar kunst in Barneveld. Is zij mooi of is zij lelijk? Dat is vandaag de vraag. Of doet het er helemaal niet toe? Verder gaan we ook nog op bezoek bij actrice René Fokker uit Nijmegen. Voor de voorstelling Judas kruipt zij in de huid van Astrid, de zus van Willem Holleder. Ik heb Astrid zelf ook ontmoet en die ontmoeting was heel bijzonder. De eerste keer sowieso, Astrid is heel hartelijk en ik was ook heel blij. Die had mij ook zelf uitgekozen of ik die rol wilde spelen. En er is natuurlijk nog veel meer leuks te doen, dus ik heb nog meer uittips voor je. Als afsluiting van de kunstweek stellen veel kunstenaars hun atelier open dit weekend. En het enige wat wij hoeven te doen, is gewoon naar binnen gaan. En ik doe dat vandaag in Maurik. Ja, dat gaat beter, hè? Hoi. Hi, ik denk ik kom eens even bij jou kijken, want je bent wat moois aan het maken. Ja. Ja. Wat maak je? Een vrouw natuurlijk. Dat is wel iets waar jij heel erg van houdt, hè? Vrouwenlichamen. Ja. Ja. Nou, vooral om te maken in steen, omdat ze zo rond en zo zacht zijn. En ja, een steen is hard en ja, dat moet zacht worden. Jesus. Ja, en wat heel typerend is, is dat ik het ruwe juist wil laten zien in deze steen. Je ziet aan de achterkant ook echt nog de boorgaten. En je ziet aan de voorkant hoe zacht die is. Hoe is dat dan ooit begonnen, zo 11 jaar geleden? Je denkt, ik begin maar eens aan een leuk kunstwerk. Ja, ik ging op vakantie naar Frankrijk en ik dacht, ik wil niet niks doen. Ik wil gewoon iets stoers doen. Wat zal ik eens gaan doen? Nou, toen kwam ik bij een beeldhouwles terecht. Dan heb ik een week beeldhouwcursus gedaan. En daar kwam een vrouwbeeld uit, een torso. En dat vond ik zo bijzonder. Ik dacht, hè, kan ik dit maken? En toen ben ik verder gegaan. Wat is nou je favoriete werk? Wat laat je als eerste aan iemand zien als hij hier binnenkomt? Ja, ik ben er trots op de grootte natuurlijk. Ja. Maar ik vind het ook wel heel leuk dat ik ook heel klein kan werken. En heel wat anders, hè? En heel anders. Want dit is brons? Dit is brons, ja. Wat is nou het moeilijkste aan beeldhouden? Wat ik moeilijk vind is dat een beeld soms in mijn hoofd al af is. Maar in het echt nog niet. En dan moet je steeds weer afstand nemen en steeds weer kijken. En opnieuw met potlood lijntjes zetten. Nee, dit moet er nog af. En wat ook heel moeilijk is, is als er een stuk afbreekt. Dat is echt huilen. Want dan is het vaak in je hoofd verloren werk? Of probeer je er dan toch nog wat van te maken? Ja, je gaat er wel verder. Maar je kan niet meer maken wat je aan het maken was. Voor veel mensen is kunst toch nog wel een drempel. Hoe laag leg jij die drempel dit weekend voor die mensen? Hoe krijg je ze toch hier? Ja, kom kijken, zou ik zeggen. Het lijkt alsof het alleen maar voor mensen is die er verstand van hebben. Maar dat hoeft helemaal niet. Want iedereen heeft kunstenaar in zich, denk ik. Iedereen kan iets maken als hij dat wil, toch? Nou ja, jij bent het voorbeeld van hoe het kan gaan. Ja, je kunt gewoon een weekje naar Frankrijk gaan. En dan dit. En dan dit, vooral dit, deze. Vooral dit, ja. Nou, een goed item om te bekijken dit weekend, lijkt mij. Kijk, ik kan hier gewoon aan kunst zitten, maar dat kan Pieter natuurlijk niet, want hij is in het museum. Hij is in Nairac in Barneveld. Hier in Museum Nairac krijg ik stiekem een kijkje in de keuken van een kunstenaar. Vanaf komend weekend is hier werk te zien van kunstenaar Herman Gordijn. En ze zijn er nu nog mee bezig. En waar kennen we Herman Gordijn dan van? Nou, misschien wel van haar, koningin Beatrix. Want toen zij koningin werd,
in 1980 kreeg hij de opdracht om een statieportret te maken. En dit is een van de voorstudies. Dit zijn er dus ook een paar, hè. Om die voorstudies te maken, ging hij naar Huis ten Bosch. En daar zat koningin Beatrix model voor hem. Er was trouwens wel wat skepsis toen hij de opdracht kreeg. Want Gordijn maakte nooit mooie vrouwen. Meestal vond iedereen ze lelijk. Maar hij niet. Nou, mooi toch? Een schets, een tekening is natuurlijk nooit een doel op zich voor een kunstenaar. Het is altijd een voorstudie van iets wat het moet gaan worden. En dat kun je op deze tentoonstelling mooi zien. Gordijn maakte in zijn schetsboekje altijd een krabbeltje als hij iets zag. Dat werkte hij later uit tot een grotere tekening en dan vaak ook tot een ets. Zoals hier. En als je dacht, ja, dit is het. Dit mag een schilderij worden. Dan werd het een schilderij. Zoals hier. Maar dan wel iets anders. Een kunstenaar wil meestal niet laten zien hoe die werkt. En dat betekent dat je zijn schetsen, zijn tekeningen, de voorstudies meestal niet te zien krijgt. Maar Gordijn ging nog een stapje verder. Die bepaalde vlak voor zijn dood dat een deel van zijn werk verbrand moest worden. Maar dat betekent dus ook dat dat wat we te zien krijgen, het stempel van goedkeuring van de kunstenaar heeft. En daarmee krijgen we een klein kijkje in de keuken van kunstenaar Herman Gordijn. Waarom mogen we dit werk zien in Barneveld? Vorig jaar overleed Herman Gordijn op 85-jarige leeftijd. Hier vlakbij in Terschuur had hij al zo'n 35 jaar zijn atelier. Na zijn overlijden kwam er veel werk tevoorschijn wat het grote publiek nog nooit gezien had. Nou was Gordijn ook nog eens beschermheer van Museum Nairac. Waar beter dan om het te laten zien? Terwijl Helene hier achter mij verder werkt, gaan wij nu eerst het theater in. Want van het boek Judas, over het leven van Astrid Holleder, de zus van Nederlands bekendste crimineel Willem Holleder, is nu ook een theatervoorstelling gemaakt. En de rol van Astrid, die wordt gespeeld door de Nijmeegse actrice René Fokker. Hij heeft het voor mekaar. Ik zit in de val. Voor het laatst mijn toga afgelegd. Voor het laatst mijn collega's een fijn weekend gewenst. Voor het laatst de deur van mijn huis achter me dichtgetrokken. Wat wel het mooie is van de rol is dat er heel veel in zit om te spelen. Dus conflicten met zichzelf, geschiedenis, een verscheurde familie, een beschadigde familie ook. Degene van wie ze houdt, die ze toch moet gaan verraden. Daarom heet het boek ook Judas. Ook al heeft hij haar nog zoveel aangedaan, uiteindelijk blijft het je broer. Zal ik met je mee naar Rotterdam morgen? Hij is niet in Rotterdam. Oh? Nou, hij is vannacht al ergens anders. Om niet de media op zich af te krijgen als hij de poort uitkomt. Ja. Maar ja, nu dus, net zoals zij, hebben ze elkaar wederzijds bij de strot. Hij zit vast. En zij zit in principe ook vast, want zij leeft helemaal afgezonderd van de wereld. Hé, As! Ga er even af hier! Wat? Waar hier? Stomme koe, ik begrijp het eerst niet. Terwijl ik het notenbenen heb voorspeld. Maar, jawel hoor, daar, boven de bomen uit, de grote gele M. De ketchup die druipt eruit als hij toehapt. Ja, ik heb Astrid ook ontmoet, zeker. Ik heb een paar keer ontmoet. En dat was heel bijzonder. Ik heb Sonja ook ontmoet. En Stien, dat is de moeder, die heb ik ook ontmoet. En ja, dat waren wel hele bijzondere ontmoetingen. Omdat je toch het vorm geeft aan het leven van die mensen. En die mensen bestaan nog. Want het is niet vaak dat je mensen speelt die nog bestaan. Je bent deel van elkaar, of je nou dood bent of niet. Cor zit in mij. Viespeuk.
Nee, ik meen het. Ja, nee, snap het. Ik heb het ook. Als het is heel hartelijk. En, ik was ook heel blij. Die had mij ook zelf uitgekozen of ik die rol wilde spelen. Zij had toch een soort keuze uit een aantal actrices. Ja, het moet voor haar ook matchen. Zodat ze denkt, nou ja, dat is de vrouw of zo waar ik een soort gelijkenis mee zie. Hey. Mam, nee, ik kan de dingen niet anders gaan doen als anders. Nu ben ik. Mama, luister nou even. Mam! Broer. Nee, dat doe ik toch niet? Ja, luister, waar zie je me voor aan? Ik... Ja, zeg ik toch. Nee, ik heb geen grote bek. Ik heb migraine, ja? Ik heb wel heel veel respect en, voor haar... Dat ze met zoveel moed dat heeft gedaan. Dus ik vind het wel een hele dappere vrouw. En nou? Nou is het oppassen geblazen. Nou kan niks meer normaal. Ik ga zo met bewaking om me heen naar huis. Spullen pakken. En dan duik ik onder. Het is oorlog. Wil je nou René als Astrid zien spelen? Dan kan dat aanstaande woensdag en donderdag in haar eigen geboortestad in Nijmegen. Of op 5 of 6 december in Doetinchem. En wil je er nou dit weekend op uit? Dan heb ik ook nog een paar leuke tips voor je. Dit weekend staat natuurlijk in het teken van Sinterklaas. Op veel plekken in de provincie komt hij samen met zijn pieten en paard aan. Kijk op onze website voor een overzicht van de Sinterklaasintocht in Gelderland en maak er een feestelijke dag van. In Apeldoorn kun je het hele weekend bij Paleis Het Loo wintershoppen en inspiratie opdoen tijdens de Winterfair Spirit of Winter. Struin langs de ruim 150 kramen en geniet van de mooie verlichte omgeving. Ben je gek op muziek? Dan moet je dit weekend in de Achterhoek zijn. Want daar wordt zaterdag de dag van de Achterhoekse popmuziek gehouden. Op verschillende locaties treden er Achterhoekse muzikanten en bands op. Kijk op dagvandeachterhoeksepopmuziek.nl voor de hele line-up. Je kunt dit weekend bij tientallen kunstenaars in Gelderland gaan kijken in het atelier. En ik heb je natuurlijk al een hele leuke in Maurik laten zien. Maar ik dacht, ik doe er gewoon een tweede bij. En daarvoor ben ik naar Alphen gegaan. En dat is het atelier van Ad Arma. Weer druk aan het werk. Ja, ja, zeker. Zo hoort het, hè? Wat ben je aan het maken? Uurtjes maken. Dit is. Ik ga nu een ets inkten afdrukken. Hieronder zit een heleboel informatie, krasjes en dunne lijntjes en laagjes plamuur. En daar ben ik, geloof ik, zelfs nog met de slijptol doorheen gegaan. Ad, jij maakt niet alleen dit. Nee. Heel veel verschillende dingen. Ja, ik zie hier het verf gewoon... Ja, dat klopt. Ja, dit zijn ook dingen, ik werk er elke keer toch wel een paar uur aan. Dan zit ik voornamelijk op deze stoel te kijken en te wachten totdat dat doek zegt hoe ik verder moet. Dit is wel kenmerkend werk van jou ook, hè? Als ik op jouw naam google, dan kom je veel van dit soort schilderijen tegen. Ik ben nu echt al een aantal jaren in deze serie bezig. Hiervoor zat een serie die puur aan muziek gewijd was. En er borrelt nu inmiddels alweer wat in mijn hoofd. Dus dit is waarschijnlijk een van de laatste of de laatste in deze serie. En dan gaat er iets, dan moet ik iets gaan... Ja, ik denk dat ik weet waar ik heen moet. En dan, dan wordt dat wel weer een serie. Dan maak ik daar wel jarenlang, blijf ik daar net zo lang totdat het verzadigd is. Dat ik denk van, met wat ik nu gemaakt heb, ik kom er niet meer overheen. En ik wil ook niet de rest van mijn leven hetzelfde doen. Dus als de spanning, de fascinatie, het gevoel van ontdekken weg is, dan moet er wat volgen. Dat is mooi. Komt hij goed uit. Ja. Zie? Ja. Je komt voor je werk echt overal ter wereld. Je werk is ook op heel veel plekken bekend. Ja. Waarom vind je het dan toch nog zo leuk om aan Open Atelier Weekend mee te doen? Wel een hele sterke ook omdat de kachel moet branden. Dus verkoop, toch een reden om je atelier open te zetten, maar ook, waarom nog meer? Aanspreekbaar zijn, gewoon mensen de gelegenheid te geven om even binnen te komen. En vakbroeders komen binnen en die willen alles over die grafiek weten, dat vind ik ook leuk. Ik weet het, de deur staat open en ik zal wel zien wat iedereen er komt. Iedereen is welkom. Ja.
Je kan dit weekend dus naar de ateliers van Ad en Helene gaan. Maar er zijn nog veel meer kunstenaars die meedoen. En voor dat overzicht kun je kijken op de website landelijkatelierweekend.nl. En misschien is er dan ook wel een kunstenaar in jouw buurt waar je langs kan. En voor dit weekend zeg ik natuurlijk, ga er lekker op uit.